...komt tot het pijnlijke besef dat ik te weinig koper ga hebben. Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag verder met Hardcore Survival. Um, ik, vandaag is de planning om een huis te bouwen. Uh, hier zal ik even een, een fotootje maken, het zetten van het huis wat ik gebouwd heb... Het is grotendeels van een tutorial of uh, een plaatje online. De link naar de tutorial zal ik ook uh, in de beschrijving zetten. Zodat jullie die zelf eventueel kunnen volgen of kunnen bekijken. Maar het gaat ietsje anders worden dan dat ik hier heb gebouwd. Want ik heb nog niet echt de kans om diepste te krijgen. En ik heb koper verzameld. Alleen dat zal, zal nog niet bla blauw zijn op dit moment. Want. Het moet eerst uh, ja, nog blauw worden. We beginnen in ieder geval met het weghalen van mijn oude huis. Dat is natuurlijk wel belangrijk om mee te beginnen. Want we willen hier gaan bouwen. Maar ik vond dit echt een leuk huisje. En ik dacht, ik ga dit gewoon bouwen. En ik ga. Uh, de, de binnenkant heb ik nog niet gedaan. Omdat ik dacht van, dat is wel leuk om gewoon een beetje mee te klooien in de aflevering. Uh, dit zal waarschijnlijk een, heel, he een aflevering zijn die veel versneld zal worden. Want niet alles is even interessant om naar te kijken voor jullie. Uh, maar goed, ik, ik heb hier wel zin in. Ik heb altijd wel even zin in een bouwaflevering. Uh, hoort er natuurlijk ook bij. Maar. Ja, we moesten eerst even bedenken wat ik wou bouwen. <laughs> maar goed, ik, ik, ik vind het ook wel leuk. Want dit is ook een hele andere stijl dan dat ik normaal heb gebouwd. Um, dus ik vind het. Ja, dat, dat vind ik ook wel heel leuk. Ik heb er ook even aan zitten denken om een bot te installeren voor. Um, om het bouwen iets makkelijker te maken. Zodat je. Excuse, um, ja, hoe heet het nou? Schem Schematics. kon uh, plaatsen van de, de beelding die je hebt gemaakt in uh, je creative wereld. Ik heb er aan zitten denken. Maar ik dacht van, weet je, het is een klein huisje. Kijk, als ik een wat groter huis zou hebben, dan zou ik misschien denken van, oké, okay, dat is op zich wel fijn. Maar voor nu had ik zoiets van, we eh, gaan het gewoon lekker nabouwen. Ik heb een plaatje op mijn tweede scherm, dus we kunnen zo zien wat ik heb gedaan en uh, zo. Ik heb het trouwens nog niet echt laten zien, maar ik heb hier dus een hele mooie kist met alle dingen die we nodig hebben. We gaan voor nu voor de, de stuk slate die ik heb gebruikt in mijn... Beeld gaan we. Cobblestone gebruiken. En. Soorten Cobblestone, zeg maar. Want ik had zoiets van. Ja. We moeten daar toch iets van een vervanging voor hebben. Dus doen we het maar op die manier. Het zal iets anders zijn, natuurlijk, dan. Als we Deep Slate hadden gebruikt, want dat is veel donkerder. Maar goed, het is beter dan niks. Want. We hebben toch even vervanging nodig. Want we hebben dat nog niet. Ik denk we. Ik, ik ga nog even kijken of ik dat dus. ga vervangen, uiteindelijk nog. Of niet, maar. Goed. En uh, ik heb ook nog niet alles uit aangekleed aan de, aan de buitenkant. Uh, in die beeld die ik daar heb staan. Dus dat gaan we ook allemaal in deze video doen. Ik hoor ontiegelijk veel mops beneden. Ik zat ook trouwens mijn video te editen laatst. Volgens mij was dat de vorige video. Dat ik zei: van ja, we, gaan, we moeten ook even wat toortjes plaatsen hier beneden. Heb ik helemaal niet gedaan. Dus dan moeten we binnenkort echt even aan doen. Maar ik wou even dit opvullen. Maar goed, ik heb dus een beetje buitenopnames gespeeld. Omdat ik dacht van ja, we moeten toch echt even wat dingen verzamelen. Dus ik was hier al een klein beetje begonnen, ook omdat hier veel steen zat en we hebben steen nodig. Maar goed, um... laten we lekker gaan bouwen. Ik, ik ga even kijken waar ik hem wil bouwen precies. Ik denk dat ik hem gewoon hier ga bouwen zo. Dus jongens, we gaan lekker bouwen, joh. Lang geleden dat ik een bouwoplevering heb gehad. Want ja. Oké. Okay. Twee breed, toch? Ja, oké, okay, top. Nou, op zich vind ik dit ook wel nice voor deze combinatie met stone en zo. Ik denk dat het ook wel wat kan hebben. Oké. Okay. De dingen die je niet ziet, ga ik lekker opvullen met kobbel. Want dat boeit toch niet? Oh mijn god, ik schrok me rot, want het ging regenen. <GASK> Jesus Christ, man. Ik wil gewoon bouwen, laat me. Oké. Okay. Komt tot het pijnlijke besef dat ik te weinig koper ga hebben. Ik was er al een beetje bang voor, maar ik had de hoop. Ik vind het niet eens zo misstaan met dat kobbel. In plaats van de uh, blokken die ik had gepland. Ik vind het niet eens zo slecht staan eigenlijk. Het geeft wel een andere vibe dan met de Deep Maar goed, we kunnen het altijd nog veranderen natuurlijk. Als we zo daar hebben richting Deep slate gaan. En sowieso heeft het nu nog een andere vibe omdat ons. Uh, dak nog rood is in plaats van blauw, wat die moet worden. But that's okay. Uh, wat ik wel alvast kan doen, want ik wil dus hier. Wil ik een. Uh... Ja, zeg maar wat ik daar aan de andere kant heb. Maar dan wil ik hier een soort uh, tuintje gaan maken. Dus ik, als ik dit even doe, dan gaat dit gras worden, uiteindelijk, als het goed is. Dus dat is top. Um... Ja, nu moeten we koper hebben. Willen we verder gaan? Uh, dan pak ik mijn bed mee. Gaan we heel even slapen? En dan gaan we heel even een koper in doen. Ik denk dat ik aan eens... Nou, laten we voor de zekerheid voor twee stacks gaan. Uh, twee stacks koper. Dus ik neem een extra pickaxe mee. Trouwens, over toen we koper. Ik ging dus van de week even koper halen. En ik heb dus nu een notch -appel. Dat is echt heel huge. Voor als we bijvoorbeeld uh, straks de enderbrenger gaan verslaan. Of iets in die richting. Maar ik vind dat het er tot nu toe wel leuk uitzien. Heel eerlijk. Trouwens, we kunnen nog wel even één, één dingetje doen, alvast. En dat is hier het afdakje maken. Oké, okay, there we go. Ik bedoel, zelfs met, met de blokken. Andere blokken. Ziet het er leuk uit, jongens? Ik vind het uh, tot nu toe er wel goed uitzien, heel eerlijk. Ja, um, heel even kijken, waar gaan we heen? Hier ben ik al best wel geweest voor koper. Maar ik denk dat we wel die kant op moeten. Of we gaan deze kant op. Ehm. Uh... Maar ik ben dus hier geweest. En ik kwam hier dus een ruined portal tegen. Dus daar hebben we gehakt. Uh, weet je wat? Ik ga wel een beetje richting deze kant. Een keer wat anders. Oké. Okay. Uh, nog wat extra broodjes mee. Want dat gaat ons wel helpen. 19 broodjes. Nou, ik neem er nog iets meer mee. Weet je, we kunnen toch niet doodgaan en al onze spullen kwijtraken. Want als we doodgaan, dan zijn we alle spullen kwijt. <laughs> Alright, let's go, jongens. Heb ik maar extra schuld mee? Oké, okay, top. Ah, ik, ik had echt de hoop dat we genoeg hadden. Want ik heb, wat is het, zo'n vijf stacks? Nee, meer. Ik heb zo'n 7 stacks aan. Sorry, wordt afgeleid. Uh, ik heb zo 7, echt zo'n 7, 8 stacks aan koper gehakt. <laughs> dus ik hoopte toch wel dat dat genoeg was. Maar helaas, echt net niet. Het missen... scheelt niet heel veel. Dus we hoeven niet heel veel te hakken. Maar ik, ik neem liever te veel mee dan dat ik straks nog een keer moet gaan uh, om te hakken. Het staat me trouwens ook bij dat we hier nog heel veel koper hadden liggen. Aan deze berg. Dus ik wil daar ook even kijken. Maar goed, ik ga even koper hakken. En dan zie ik jullie straks wel als we weer thuis zijn met koper. Tenzij er nog echt hele zieke dingen gaan gebeuren. Maar daar ga ik niet van uit. Nou, ik had ook eigenlijk niet. Sorry. Ik weet dat ik net gezegd heb dat jullie me zo zien. Maar goed. <laughs> Ik had ook niet verwacht dat ik met koper zou gaan bouwen. Daarom had ik al dat koper niet meegenomen. Uh, want ik had gepland: van oké, okay, we gaan iets anders doen, weet je wel. Maar ik, ik zag dit huis met dat blauwe dak. En ik dacht: dat is zo ziek. Gewoon zo'n blauw dak. Maar koper is in dat opzicht wel de makkelijkste um, Ja, material die blauw is. Want jij hebt. Ja. Dat, je hebt natuurlijk dat uh, netherhout. Dat is op zich ook wel te doen. Maar met dat netherhout heb ik weer zoiets van ja, dan moet ik ten eerste de eerste nether in. En dat durf ik nog niet. En ten tweede, het is hout. Al is netherhout volgens mij wel zo dat dat niet um, brandt. Maar het voordeel van koper vind ik wel dat het meerdere per keer dropt. Dus je bent echt best wel snel klaar met een paar minen. Zolang je het een beetje tegenkomt. Hier, ik heb nu al bijna een stack. Kijk, okay, ik denk dat dit. Ik hoop dat dit genoeg is. Want ik kan in even niet 1, 2, 3 meer uh, vinden. En we zijn bijna thuis. Dus we hebben zeg maar anderhalf stack. Uh, ik bedoel 2,5 stack. Iets minder, maar. Ik denk dat we daar al een heel eind mee komen. Het nadeel is dat we het nu nog even moeten. Oh, kijk dan hoe leuk dat huisje eruit ziet vanaf de zijkant. Allemaal! Oh Sorry. <laughs> maar. Um, ik denk dat we er al een eindje mee kunnen komen. Het nadeel is, we moeten het even gaan smelten. En nu. Uh, moeten we wachten. <laughs> ja. Zo simpel is het. This is how it works. Hè. Maar goed. It's starting to look great, jongens. Ik ben er echt heel blij mee. <laughs> Ook al is het gedeeltelijk gewoon van een tutorial. Toch ben ik er uh, trots op dat ik dit uh, heb gebouwd, jongens. Ik wil sowieso de aankleding nog een beetje doen. Dat heb ik al een beetje zelf... Gedeeltelijk zelf bedacht. Maar... En de binnenkant wil ik sowieso helemaal gaan inrichten op mijn eigen manier. Al weet ik nog niet zo goed hoe ik dat wil gaan doen. Want het is natuurlijk wel een vrij klein huisje. Er, ja, waarschijnlijk ga ik mijn bed hier plaatsen. Want dat is wel de beste plek, denk ik. En dan wat barrels. Ik kan sowieso echt een... Lijken een bovenkant met barrels maken. Zoals ik met, in mijn in de server heb gedaan toen. Voor de mensen die mijn streams hebben gekeken. Van die, van die server. Um, toen had ik ook een mini huisje gebouwd. En toen heb ik mijn de, 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 ja, het plafond echt helemaal vol gebouwd met barrels. En op zich is dat ook wel een prima manier om, om het te doen. Maar ik denk dat ik gewoon wat, wat kistjes wil gaan plaatsen. Hier bijvoorbeeld aan de zijkant. En wat perls in, 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 uh, in het plafond. Al oh, weet ik nog niet wat ik met die toren wil. Like, wil ik daar nog een weg naartoe? Of. Goed, dat moeten we even nagaan kijken. Voor nu wil ik in ieder geval even dit er allemaal in gaan krijgen. En dan gaan we de rest van de inrichting oh, dat kunnen we altijd dan doen. Ehm. Um... Ik denk dat ik in de volgende aflevering even wil gaan focussen op onze. op een dierenfarm. Dat is ook wel even belangrijk dat we dat uh, gaan doen. Dus dan moeten we echt uh, binnenkort even wat torches gaan plaatsen hier beneden. Want die wil ik natuurlijk hier beneden gaan maken. Um, en ik wil dan nog een mooie trap hier naar beneden krijgen. Zo'n soort, soort wenteltrap zo. Dus. Um... Genoeg bouwafleveringen nog te... die gaan komen, jongens. Ik weet dat volgens mij de meeste van jullie die bouwaflevering ook wel leuk vinden. Um, mochten jullie nog ideeën hebben om wat te... ik kan bouwen en zo, dan moeten jullie dat ook vooral laten weten. En ik wil nog wat doen met de inrichting hier beneden, want ja, dat is natuurlijk best wel een bloksteen op dit moment. Dus dat moet natuurlijk ook nog een beetje leuk aangekleed worden. We kunnen natuurlijk hier bijvoorbeeld een stapeltje barrels doen of... Maar goed, daar gaan we nog even naar kijken. Maar mogen we trouwens even appreciation dat ik gewoon aflevering 5 heb gehaald, jongens? Even. Even. Dit is aflevering 5, toch? Volgens mij wel. Uh, ik ben daar toch best wel trots op, oké. Okay. Ik bedoel, als we kijken naar mijn track record van... Uh, <laughs> van survivals. Had ik niet verwacht dat ik zo ver zou komen in de hardcore. Heel eerlijk. Ik denk dat we hier wel genoeg aan hebben hoor. Als ik zo kijk naar hoeveel we hebben. Ik kan trouwens alvast een stukje gaan bouwen. En dan wachten we ondertussen nog even op de... Um... Ja, de shit. Maar imagine hoe dit huis eruit gaat zien als het blauw is, jongens. Ik zal nog, een, nog eventjes hier. Wow, beautiful. Uh, even laten zien hoe het huis eruit ziet uh, als die blauw is. Het is natuurlijk nogmaals. Het is ietsje anders, omdat de... we nu cobblestone en dat soort dingen hebben gemaakt in plaats van diep slate -kobbel. Maar nu komt het moeilijkste gedeelte. wel. Alhoewel... Drie toch? Oh nee, kut. Ik moet hier nog een. Ik heb die niet bij, of wel? Nee, kut. Nou ja. Weet je wat we doen? Ik weet dat het misschien niet helemaal het slimste is, omdat we die nog hebben liggen. Maar goed, ik heb geen zin om dat te pakken. We kunnen die vast nog ergens anders voor gebruiken. Oké, okay, daar we we. Oké, okay, en dan gaan we ons vlaggetje bouwen. Oké, okay, there we go, we got a flag. Oké, okay, dan is dat torentje als het goed is af, if I'm correct. Oké, okay, en nu, nu moeten we dit nog afmaken. Maar dat is ook al een heel eind, dus we're starting to get to the finish line. Oké, okay, die is nog niet uh, groen. Oh, yes. Oh, we moeten dan uh, trouwens die blokjes ook nog gaan uh, schaven maar Oké. Okay. Dit is eind. Als het goed is, genoeg stairs. Als ik goed heb gekeken wat ik nog moet. Um, Oké, okay. eerst gaan we dit even doen. Kut, ik kan niet meer bij dat blokje. Nou ja, misschien via de andere kant. Anders kunnen we wel even dit doen. Oké. Okay. En dan... There we go. Meestal doe ik het niet op deze manier. Schaaf ik het niet, zeg maar. Maar ik, ik, ik... Ja, ik was een beetje aan het kloten in creative. En ik dacht van, dit ziet er eigenlijk wel tof uit. Volgens mij... If I'm correct. Op de details na. Aan de zijkanten. Is dit ons huis? Oh, ik ben hier zo blij mee, oprecht. <laughs> ik vind het er zo leuk uitzien, jongens. Echt. Oké, okay, deze is nog niet uh, groen. We moeten nog even wachten. Okay, wat we wel nog even kunnen doen is, is even kijken wat we dan aan de buitenkant kunnen doen qua details. Dus. En dan gaan we daarna Ni niet te veel details nog. Want ik heb zoiets van de meeste doen we lekker aan het uh, doen we een ander keertje. Maar ik wil nog wel een aantal dingetjes even doen. Um... Ja. Wat me wel leuk lijkt. Als er straks. Er komt een punt. Dat. Um, dat die hanging signs in de game komen. Ik hoop dat ik dan nog bezig ben met mijn. Uh, met deze survival. Um, maar. Dan wil ik ook zo'n hanging sign hier gaan ophangen. Dat lijkt me leuk. Oké. Okay. Uh, potje. Kan ik daarbij? Oké. Okay. En de blauwe orchidee natuurlijk, want dat is onze bloem. Oeh, yes, I like it. Ik had dus ook een leuk plan voor. De, voor, voor... Ik wil deze eigenlijk op, even op een ander plekje. Misschien hier in plaats van die andere. Is dat wel leuk? Oké. Okay. There we go. Ik wil dus hier ook een, die, deze, die bloemetjes gaan plaatsen. Maar goed, daar zijn we nog niet, want we hebben nog niet. Uh... Oké, okay, we gaan officieel het ons huis van maken door ons bed te plaatsen, jongens. Al moet deze nog mooi gekleurd worden tot cyaan, want dan is het echt ons huis. Maar, boom, let's go. Volgens mij zat hier trouwens nog wat dirtblokjes, ja. <laughs> Kijk, ik ben hier echt blij mee, jongens. Ik ben hier echt blij mee. Dit is ons huis, jongens. Ik, uh, ik ga er even mooi voor staan, zo. Oh, nee. Ja. Um. Ik, ik, ben, ik ben te klein. Oké, okay, wacht. Moeten we even iets verder weg staan. Zoiets. Een uh, soort van. Dan staat... Oké. Okay. Struggling. Oh jemig ben ik alsnog een uur aan het opnemen. Dat was niet helemaal mijn planning, maar goed, het is oké. Okay. Meeste gaat toch versneld worden. <laughs> uh... Ja, kijk, there we go. Het enige is dat ik het vlaggetje er eigenlijk ook op wil hebben, maar dat past niet helemaal lekker. I mean, it's okay. It's alright. Oké. Okay. Ik ben hier echt heel blij mee, jongens. Dit gaat ons einde zijn van deze aflevering. Ik hoop dat jullie uh, deze video leuk vonden. Volgende week gaan we even uh, al deze spullen naar binnen gooien. En wat meer aan de, uit uh, de inrichting doen en de buitenkant van het huisje. Maar uh, laat even weten in de comments wat jullie van dit huisje vinden, jongens. Het is natuurlijk een tiny house in dat opzicht. Het is vrij klein. Maar ik ben er echt heel blij mee hoe het eruit is komen te zien. Nogmaals, dit komt gedeeltelijk van het tutorial. En het, het dak wordt nog blauw. Want dan moeten we even wachten totdat dat geoxideerd is. Maar, het ziet er leuk uit. De, um, de tutorial staat in de beschrijving, mocht je die zelf ook willen volgen. En willen kijken hoe ik het, hu het huisje ongeveer gebouwd heb. Het is iets anders geworden dan het tutorial natuurlijk. Want ik vind het leuk om mijn eigen draai er een beetje aan te geven. Maar mijn inspiratie komt daar wel vanaf. Dus, uh, naar die persoon. Uh, ik weet even niet uit mijn van wie die is. Dus uh, link staat in de beschrijving, jongens. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!